Ja, Jeroen, 3 punten, dat is het belangrijkste. Maar ja, hoe ze worden binnengehaald maakt dan eigenlijk niet meer uit, hè? Nou ja, je zegt het al goed. Uiteindelijk gaan we 3 punten mee in de bus naar huis. Lekker voor ons, zo'n gevoel. Voor de supporters. En ja, 2 wedstrijden gespeeld. Goede start, 6 punten. En dat is belangrijk. 6 punten, heerlijk. Vergeleken met die thuiswedstrijd leek het iets moeilijker te gaan. Iets minder kansen. Ja, waar lag dat aan, denk je? Ja, daar heb je gelijk in. Heb je goed gezien. Maar we konden iets minder goed de vrije man vinden. Misschien hadden we een aantal momenten dat we zelf gewoon slordig zijn. Ballen die ertussen vallen, die voor ons moeten zijn als je scherp bent en goed staat. Dat gebeurt een aantal keer niet. Dan moet je met z'n allen terug en dat kost veel energie. En wij willen graag domineren, dus zelf de bal veel hebben. Het was een aantal keer niet zo, maar ja, uiteindelijk geloven in die overwinning. En je ziet het, iedereen die gaat tot het einde. Je ziet bij Fortuna een aantal jongens die met krampen naar de grond gaan. Misschien is het ook wel tijdrekken, alleen ja, ik denk dat wij er heel goed op staan, fit zijn. En dat is een positief punt. Dacht jij aan tijdrekken? Ja, want volgens mij begonnen ze er al 1 kwartier van tevoren bij. Nou ja, het kan zo zijn dat ze aan tijdrekken zijn. Maar het kan ook zo zijn dat ze kramp hebben omdat ze veel moeten lopen. Bij ons gebeurt dat niet. Iedereen is goed en op en top fit. En ja, dat moeten we meenemen naar dinsdag. Lopen deden ze zeker. De coach Mark van Bommel zei van tevoren, Fortuna Sittard kan wel eens de verrassing worden van dit seizoen. Was jij verrast hoe fel ze ook waren? En hoe nou ja, vaak toch wel vol zelfvertrouwen ook? Nee, ze zijn terug in de Eredivisie. Dan weet je dat ze met een vol stadion en publiek erachter ongelooflijk fel 90 minuten lang zullen spelen. Dat is niet iets wat ons mag verrassen. Dat gebeurt toch. Na 2 minuten krijgen ze een grote kans. Ja, daar moeten wij op bedacht op zijn. Dat mag niet gebeuren. Wit-Rusland, ben je er al ooit geweest? Ja, een aantal keer. Met PSV een keertje en met Nederlands elftal. Dus ik weet waar we heen gaan. Ik weet waar we spelen. En ik heb er zin in om dinsdag weer te spelen. We gaan naar Minsk. Ik ga mee. Ik zit in jullie vliegtuig. Is het een mooie stad? Is er iets te doen? Wij gaan daarheen voor het voetbal. Misschien heb jij iets meer vrije tijd. Dus, dat is aan jou om uit te zoeken of er iets te doen is. Wij zullen bezig zijn met de wedstrijd.